It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag spelen we weer een keer Call of Duty Black Ops 2. En we gaan een potje Team Deathmatch spelen op de map Raid. En ik zit net tegen iemand, hij herkent me dat... Ik weet even zijn naam, ik zal even kijken. Ik kom met AM94 by the way. Met de Schrieks, Stel Chopper, Orbit of Visit en de Escort Drone. Maar, even kijken, die Sir Shots NL joined het potje opeens. En hij kende me, dus hallo Sir Shots. Ik ken hem ook van Twitter. Hij haalt wel eens echt zieke scores. Dus leuk dat hij mij tegen is gekomen. Oh, mijn teammate heeft me daarvoor gesaved. En daar heb ik mezelf even gesaved. Oh, daar niet. Daar heb ik mezelf even niet gesaved, want hij killde me daar zo. Is wel logisch dat ik mezelf dan niet save. Anders had ik hem wel gehad. Oh. Wat, waar dan? Oh, wat een camper. Hij zit in dat zwarte hoekje daar. Zo. Dan kan je echt gewoon niemand zien als je er gewoon even zo snel voorbij rent. Dus dan moet je echt gewoon even snel naar aimen. Als je dus in dit gebiedje loopt. Nu zit hij er dus niet meer. Hij is gepoept. Kijk, hij zit er wel. Hij zit er wel. Hij is weg. Oh my god. Teamer loopt die hele tijd te triggervingeren. Ik weet niet welk wapen je gebruikt, maar... Waarschijnlijk een FAL. Denk ik. Wat? What the fuck, teammates? Nee! Oh, fuck, man. Shit. Oh, wat, hoe heb ik deze kill gemaakt? Ik zal mezelf ook nog een raadsel die ik kill had, maar goed. Dat zoek ik wel uit als ik aan het editen ben. Lekker teammate heeft een UAV'tje. Hoeveel sta ik eigenlijk? 6 of 4. Mwah, niet altijd goed, maar... Het is tenminste een 1KD. Oh, oké. Oh, er zit er weer daarin te campen. Dat is fucked up, man. Dit zijn echt van die enemies die zitten gewoon... Oh, fuck. Dan ga ik net weer lopen en dan komt hij aanlopen. Dus echt, ik heb altijd een timing. Dan kill ik één iemand. En dan daarna ben ik weer dood. Echt, zo is mijn timing. Is niet te geloven. Blijf nou gewoon even hier liggen. Kijk, zag je hem? Can't confirm. Hij zag dat zijn teammate dood ging, dus hij wachtte maar even. Oh. Goeie teammate hebben. Nee, niemand spat hem meer. Dan gaan we de andere kant op. Kijken of ik even mijn streams kan halen. Ik moet nog 5 kills, denk ik. Ik moet nu niet doodgaan. Dus even de sound horen. Kill confirmed. Oké, stealth chopper is binnen. Moet die orbital even... Oh my god, wat een lucky! Wat een luck! Kijk, nu heb ik mijn escort drone ook. Let's go. Oh, jongens, ik schrok echt even toen ik die shotgun tegenkwam. Toen dacht ik eventjes een paar seconden dat ik hem aanpakt. Maar toen ik eenmaal had, door had dat ik hem ging killen. Toen was ik wel blij, ja. En nu hangen er een stealth chopper. En nog eens een escort drone in de lucht. Dus die kunnen dan gewoon lekker de kills maken. En het potje bijna laten aflopen. En ik heb de final kill. Let's go.
26-6 het eindscore. Toch nog wel een chill potje. Eigenlijk kan mijn streaks gehaald. En ja, de enemies gaan ook best wel redelijk goed. En die searches zijn natuurlijk ook. Dus lekker gespeeld, jongen. Dus mochten jullie nou genoten hebben van deze video, laat dan je blauwe duimpje omhoog achter. Als we de 40 likes natuurlijk weer kunnen halen, zou ik super blij zijn. En ja, ik hoop dan om jullie ook te gaan zien bij de video van morgen. Of misschien vanavond. Ik weet niet of er nog een extra video online komt. Maar, zoals ik altijd zeg, jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.